als je buitenlanders vraagt, wat vind je van de Nederlanders, zul je snel te horen krijgen, ze zijn gewoon blunt, bot. Lomp. Ja, lomp, hoe je het noemen wilt. En dus ik heb erover moeten nadenken, hoe kan het nou dat wij zo lomp zijn? En toen heb ik die wet van Van Nuenen bedacht, want eigenlijk heb ik toen bedacht dat wij zien iets of we horen iets. En dan onmiddellijk gaat het van prrrt hierboven en dan ons snelle deel van het brein wordt gebruikt. En pof, we gooien er een reactie uit. En die reactie is niet alleen een mening, maar is verdorie ook nog een oordeel. En is dat nou respectvol? Vraag ik me dan af. Want eigenlijk, als je iets ziet of iets hoort, dan moet je eerst je analyserende deel van je brein gebruiken. Proberen te begrijpen van wat zeg jij, wat bedoel jij? En als je begrijpt, dan moet je een mening vormen. En dan pas een oordeel. En dan ga je respectvol met die ander om. En dus iets zien is niet hetzelfde als iets begrijpen. En is ook niet hetzelfde als iets goed vinden.